als Nederland 5 mensen afvaardigen naar de Spelen. Daarvan zitten er 4 in het team en eentje rijdt voor de individuele medailles. Net als die andere 4 trouwens. In het team zijn opgenomen kreet 4 uit Frank Hosmar met Alphaville. Dan kreet 1 Amazone Steeg Gerritsen en Nicole de Dul. Ze rijden met Exquise Onassis en met Wallace NOP. En dan heb ik in het team ook kreet 2 Amazone, Demi Vermeulen met Burberry. En als individuele Amazone heb ik Rix van Horst met haar nieuwe paard, Karaat. Nou, bizar. Dat is echt zo'n mega droom die natuurlijk uitkomt. En die droom had ik nooit durven dromen. En dit is eigenlijk sinds 12 december reek mijn eerste wedstrijd. En dan nu dit horen krijg ik. Echt geweldig. Natuurlijk in Londen 2 keer brons en mijn paard is nu 4 jaar ouder. En veel beter bevestigd en verder ontwikkeld. Dus ik hoop op iets meer. Dat was geen makkelijke keuze, nee. Want ik weet nog dat ik een paar jaar geleden begon. En ja, toen was de top gewoon veel minder breed. En was het niveau minder hoog, want ze reden lagere scores. Ja, en nu rijden ze veel hogere scores en de selectie is gewoon veel breder geworden. Er zijn dus 2 observatiewedstrijden geweest. De eerste was een internationale wedstrijd in Roosendaal. En de tweede was hier op het Nederlands kampioenschap. En dan, dat zijn 2 wedstrijden die relatief kort op de spelen zitten, zodat je ook kan kijken naar vorm. Bij ons gaat het over de klassieke proeven. Dat zijn de vaste proeven, zeg maar, die iedereen tegen elkaar rijdt in hun eigen grade, zonder muziek. Op basis daarvan kijk je dan wie dat er boven de rest uitsteekt. Ja, op het moment dat Joyce jou vertelt, je gaat naar de Spelen, ja. Kun je dat gevoel beschrijven? Ja, nou, wel moeilijk moet ik zeggen. Het enige wat ik nog kon doen was huilen. Heel hard voor blijdschap natuurlijk. En het leuke is, je krijgt een leuk kaartje waar het op staat. Ik kon het hele kaartje niet meer lezen. Dus George moest het kaartje voorlezen waar het op stond. En ja, natuurlijk enorme blijdschap. Dat is het enige wat door je heen gaat eigenlijk op zo'n moment. De verwachting in Rio, nou ja, ik heb net ook gezegd voor de grap wel van we gaan maar voor 1 ding en dat is goud. Maar ik zou ontkennen als het niet zo was. Want we staan hier niet voor niks. We hebben ontzettend hard gewerkt. We hebben hele goede paarden. We hebben ontzettend veel talent dat er bovenop zit. Ze zijn samen in vorm, ze zijn fit. En ik denk dat de combinaties die ik afgevaardigd heb ook kunnen gaan voor een medaille. Kijk, of het daar dan allemaal lukt, dat weten we niet. Hè? Want een foutje kan cruciaal zijn. De concurrentie die we misschien nog niet zijn tegengekomen uit Amerika of Australië. Ja, die kunnen misschien beter zijn dan wij. Of die dag beter zijn dan wij. Maar we gaan in ieder geval voor een teammedaille. En daar sta ik voor. Nou, nu gewoon een beetje fine-tunen. Niet als een gek trainer dat hij overmoeid in Brazilië aankomt. Want natuurlijk zo'n reis, dat vergt ook wel wat voor zijn paard. Dus gewoon lekker doortrainen. Dat puntje op die. En dan moet het gewoon goed komen. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel spannend natuurlijk. Maar ik ga mijn uiterste best doen. En ik weet wel dat wij heel constant presteren eigenlijk. En mijn paard is wat dat betreft bulletproof. En ik kan bijna alles wat tegen. Dus ik maak me eigenlijk niet veel zorgen erom. En ik ga gewoon presteren hoe ik altijd presteer. Dat is mijn doel.